Nou, eventjes, ons hoofdrapport hebben we genoemd twee werelden. En daarmee bedoelen we eigenlijk verschillende dingen. Niet wat veel mensen denken, offline wereld, online wereld, als twee verschillende. Dus aan de ene kant een hele oude tegenstelling tussen verschillende generaties. En een jongere generatie, voor wie eigenlijk sociale media heel normaal is. Een patroon van dagelijks leven, daar is dus geen onderscheid tussen. En een oudere generatie, dus verschilt van de jongeren, en die niet zo vertrouwd is met sociale media. Maar een andere manier waarop je naar twee werelden kunt kijken is, enerzijds, nou, we zitten hier op evenementen, feest, leuk, en de behoefte aan feest. En het is zelfs een exportproduct van Nederland geworden, de manier waarop wij feesten organiseren. Maar tegelijkertijd is hier de behoefte aan veiligheid. Van alles moet wel goed lopen, er mogen geen risico's zijn, er mag eigenlijk niks meer misgaan. Nou, hoe breng je die met elkaar in evenwicht? En eigenlijk dat is meteen ook een belangrijke conclusie van ons als commissie, dat we eigenlijk daar weer goed als met elkaar over moeten hebben, over die spanning die er is aan enerzijds tussen feesten, anderzijds die behoefte aan veiligheid en grenzen stellen. En of we daar niet weer eens opnieuw naar moeten kijken. Project X Haren laat zien hoe dus ook zonder zo'n georganiseerde groep die het geweld begint, hoe toch geweld kan ontstaan. En daarom is het belangrijk om ervaren mensen te hebben op straat die zien, er is altijd een oplaadproces, die zien hoe zo'n oplaadproces plaatsvindt en dat je daar je tussen moet begeven en grenzen moet stellen en met mensen moet communiceren in plaats van het oplaadproces maar zijn gang te laten. Waar het eigenlijk in Haarlem ontbroken heeft, is het maken van een heldere keuze. Een heldere keuze in de zin van, komt er wel feest of komt er geen feest? Aan de ene kant is er gezegd van nee, er komt geen feest, maar we nemen anders geen maatregelen om dat te verhinderen. Om te voorkomen dat mensen naar haar komen of ze te ontmoedigen of als ze wel komen om ze weg te sturen. Anderzijds is er een optie die zegt van ja, binnen bepaalde marges kunnen we misschien wel wat organiseren. En kijken hoe we dat op een veilige manier kunnen doen. Maar daar is eigenlijk geen heldere keuze in gemaakt. Dus dat is van nee, er is geen feest, maar we overwegen wel een alternatief feest. Nee, dat alternatief feest komt er niet, dat willen we niet. Maar we zetten wel wat lichtmasten op een voetbalveldje waar mensen eventueel terecht kunnen. Maar er mogen geen discjockeys zijn. Maar als het uit de hand loopt, ja, mogen er toch weer wel discjockeys zijn. Zo ga je heen en weer. En dat leidt ertoe dat er extra belangstelling komt vanuit de media. Van hé, die autoriteiten weten niet precies wat ze willen. Dat is onduidelijkheid, bijvloed. Interessant. En anderzijds dat jongeren het beeld hebben van hé, daar staat toch wel iets te gebeuren. Daar moeten we bij zijn. Het punt van dat we niet vast moeten zitten in structuren en in protocollen. We zijn als commissie heel kritisch op dat de keuze is gemaakt om op te schalen naar grip 3. Omdat we denken dat heeft een negatief effect gehad op de effectiviteit van het overheidsoptreden. En we zijn als commissie helemaal niet tegen multidisciplinair samenwerken. Uiteraard niet, dat is heel erg belangrijk. Maar je moet wel de juiste vorm kiezen. Denk het vanuit wat is nodig. En ook vanuit alle organisaties, hoe kunnen we elkaar helpen. En we hebben er ons zeer over verbaasd dat dat niet het uitgangspunt is geweest. Dat er vanuit de veiligheidsregio gezegd wordt, ja burgemeester, u heeft behoefte aan communicatieadviseurs, maar die kunt u alleen maar krijgen als u opschaalt naar greep 3. Maar je krijgt er een heel crisiscircus bij, met een commandoplaats incident. Er is geen incident. Die gaan elkaar aan zitten kijken van, waar zijn wij voor? Wat is onze opdracht? Met een operationeel team. Iedereen heeft moeite beeld te krijgen. Daar gaat een hele hoop energie in verloren. En dat gaat ten koste van de aansturing op straat. Ja.